De meeste drugs begonnen ooit als medicijn. MDMA werd bijvoorbeeld in de jaren 70 gebruikt bij depressieve patiënten en voor relatietherapie. In Nederland werden in de jaren 80 veel drugs op de illegale middelenlijst geplaatst. Dat was deels uit angst dat wij door onze ligging vanwege de havens een soort productie- en distributiewalhalla zouden worden. We weten allemaal hoe dat is gelopen. Op dit moment produceert en exporteert Nederland juist veel drugs. Die productie is illegaal en daardoor is er geen toezicht op de kwaliteit van de drugs. Er zijn dus veel gezondheidsrisico's. De vraag rijst dus, kunnen we drugs niet beter legaliseren? Als we het hebben over drugs legaliseren, denken veel mensen dat je vervolgens in de supermarkt gewoon wat ecstasypillen of een zakje cocaïne kunt kopen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Er zijn heel veel tussenstanden, heel veel dingen die je als overheid legaal of illegaal kan maken. Je kunt het een beetje zien als knoppen die je aan of uit kunt zetten. Denk aan de verkoop aan consumenten. Heb je daar een vergunning voor nodig of heb je daar geen vergunning voor nodig? En als consument, waar kun je dan drugs kopen? Kun je die zomaar overal kopen of kan het alleen maar op speciale plekken? Kan iedereen drugs kopen of is er een leeftijdsgrens? En mag je reclame maken voor drugs of mag dat niet? Door aan die knoppen te draaien bepaal je als overheid het effect op de uitkomsten zoals gezondheid, misdaad en gebruik. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar MDMA. Dat is illegaal in Nederland op dit moment. Stel dat je dat zou legaliseren. Wat zijn dan bijvoorbeeld de effecten op het gebruik? Neemt dat toe of neemt dat af? En wat zijn de effecten op de gezondheid van de gebruikers? Zijn er meer risico's of minder risico's? En misdaad? Wordt dat erger of wordt dat juist minder? En hoe zit het met milieuschade, bijvoorbeeld door drugsafvaldumpingen? En je hebt ook economische factoren, zoals bijvoorbeeld BTW. En het imago van Nederland in het buitenland. Of wij bijvoorbeeld als narcostaat worden gezien. Wij hebben met een groep experts ingeschat wat er gebeurt als je die knoppen aan en uitzet. Neem bijvoorbeeld het verkopen van drugs. Als we MDMA zouden verkopen via apotheken, dan blijft het gebruik ongeveer hetzelfde. Want je moet tenslotte nog best wel veel moeite doen voor je MDMA, want je moet helemaal naar de apotheek. De gezondheidsschade wordt iets minder, want er is meer gelegenheid voor voorlichting voor gebruikers. En misdaad neemt iets af, omdat de meeste mensen liever hun MDMA gewoon legaal kopen, waardoor er minder bij dealers wordt gekocht. En wat nu als je MDMA verkoopt in de supermarkt in plaats van bij de apotheek? In dat geval neemt het gebruik ietsje toe, want de ecstasypillen liggen gewoon bij het bier en de chips. Er is ook ietsje meer gezondheidsschade, want er is minder gelegenheid voor voorlichting voor gebruikers. Misdaad neemt wel iets verder af, omdat dealers natuurlijk nooit op kunnen tegen het gemak van je ecstasy kopen bij de supermarkt op de hoek. En zo kun je ook kijken wat er gebeurt als je met andere knoppen schuift. Stel je bijvoorbeeld voor dat je MDMA legaliseert, maar dat je ervoor kiest om geen leeftijdsgrenzen in te stellen. Dan zie je dat het gebruik iets toeneemt, omdat ook jongeren onder de 18 bijvoorbeeld makkelijk aan MDMA kunnen komen. De gezondheidsschade neemt ook iets toe, omdat juist die kwetsbare groepen dan dus ook wat meer gebruiken. En tot slot zie je bijvoorbeeld dat de misdaad wel iets gaat afnemen, omdat helemaal niemand toch via een dealer een MDMA hoeft te kopen. Zo zie je dus dat alles met elkaar samenhangt. Als je één knop verschuift, heeft dat invloed op alle uitkomsten. Dus wat positief uitpakt voor het bestrijden van de misdaad, kan ondertussen slecht uitpakken voor de gezondheid van de gebruikers. Maar hoe vind je nu de beste stand van elke knop? Daarvoor moet je kijken hoe belangrijk je gezondheid vindt ten opzichte van misdaad. Of hoe belangrijk je misdaad vindt ten opzichte van het imago van Nederland in het buitenland. Je kunt je voorstellen dat de meeste mensen de gezondheid van de bevolking in Nederland het allerbelangrijkst vinden. Of misschien wel het bestrijden van de misdaad. Daarom wegen we die twee factoren zwaarder dan de andere factoren. Alle factoren hebben we in een computermodel gestopt en daarmee kun je dan kijken wat het beste model is als je gezondheid en misdaad bestrijden het allerbelangrijkst vindt. Daar komt uit dat je in het geval van MDMA het beste verkoop en productie kunt legaliseren. Je moet zorgen dat je alleen maar mag verkopen met een vergunning en dat je het alleen maar op speciale plaatsen kunt kopen. Het is belangrijk om hele goede kwaliteitscontroles te hebben en om een minimale leeftijd in te stellen. Dat zorgt voor minder misdaad, omdat een deel van de illegale markt wegvalt. Wel iets meer gebruik, maar minder gezondheidsschade voor die gebruikers, omdat er controle is op de kwaliteit en betere voorlichting en geen drugsafvaldumpingen meer. Uiteindelijk beslist de politiek welke voor- en nadelen zij het belangrijkst vinden. Als je net iets andere punten zwaarder laat wegen, krijg je ook net iets andere uitkomsten. Het hangt er dus maar net vanaf wat jij het belangrijkst vindt. Wil je nou zelf op de stoel van de politiek gaan zitten en kijken wat jouw idealen voor invloed hebben op het Nederlandse drugsbeleid? Dan kun je op deze site je ideale drugsbeleid vormgeven en kijken wat de gevolgen daarvan zijn. En wil je meer weten over hoe we dit allemaal precies onderzocht hebben? Check dan de linkjes in de omschrijving voor alle details over de procedure en de resultaten van dit onderzoek.